Goedendag iedereen op YouTube. De laatste paar weken heb ik een aantal vragen gekregen over het afzagen van duiklippen bij pluggen. Dus daar wil ik jullie eigenlijk even wat over gaan vertellen. Ja, een duiklip. Sommige pluggen hebben een hele mooie grote duiklip. Zoals deze Rapala Super Shed Rap. Er zijn ook heel veel pluggen die hebben helemaal geen duiklip. Zoals bijvoorbeeld deze Vetzo. Terwijl je zou denken van ja, als er geen duiklip op zit, dan zal er ook wel heel weinig actie in zitten. Maar mensen die deze plug kennen, weten dat er echt een hele mooie actie in zit. Dus het is niet eens altijd van belang dat er een duiklip op een plug zit. Zoals bijvoorbeeld deze jerkbait. Heel veel mensen die jerken er alleen maar mee, maar wat wij ook wel eens doen, wij trollen er regelmatig mee. En dan merk je gewoon dat het helemaal niet nodig is om een duiklip te hebben om er een mooie actie in te krijgen. Want als je dit soort pluggen gaat trollen, nou dan zul je echt versteld staan wat een mooie actie erin zit. En ja, we hebben daar in Ierland ook bijvoorbeeld al op die manier gewoon hele grote mooie vissen gevangen. Oké, nou, het afzagen bij mij van duiklippen. Dat is eigenlijk begonnen met deze. Dit is een Super Shed Rap. De normale duiklip heeft hier nog een heel klein stukje aan zitten. Zoals hij nu is, loopt hij denk ik als je hem gaat trollen achter de boot. Zeg dat je hem 10 meter achter de boot trolt. Nou, dan gaat hij zeker wel 2,5 meter diep. En omdat wij hier natuurlijk in de polder altijd vissen met ondiepduikend kunstaas, is het heel moeilijk om met dit soort dingen te vissen. Ja, of je moet hem echt heel kort achter de boot vissen. Nou, zeg een meter of twee, dan kun je hem natuurlijk wel wat ondieper vissen. Ook als je je hengel een beetje hoog houdt. Maar wat wij toen op een gegeven moment hebben gedaan, dat hebben we de duiklip eraf gezaagd. Zoals je hier ziet, we hebben het onderste gedeelte. Dit gedeelte wat hier normaal aan zit, hebben we eraf gezaagd. Ik zal even kijken of je ze naast elkaar kan houden, dan kun je het beter zien. Zo. Dus we hebben gewoon deze hele onderkant hebben we eraf gezaagd. En wat je dan gaat krijgen is dat die daardoor gewoon een heel stuk ondieper loopt. En deze loopt nu bijvoorbeeld, nou ja, je kan hem meestal vissen hier in de polder, 5, 6 meter achter de boot. Nou ja, dan loopt hij een centimeter of 40, 50. Dus dat is echt perfect. Een andere plug waar we dat ook veel mee gedaan hebben, dat is deze. Salmo Executor. Een plug die volgens mij niet zo heel erg populair is in Nederland. Er zijn uiteraard natuurlijk wel mensen die ermee vissen, maar je ziet er niet zo heel veel mensen die hem gebruiken. Wij zijn er altijd heel enthousiast over geweest. Maar ja, deze plug loopt ook redelijk diep. Nou, haalt ook zeker wel de 2,5 meter. Dus wat hebben we gedaan? We hebben ook hier gewoon weer die duiklip stukje afgezaagd. En daardoor loopt die, nou ja, in de polder loopt die perfect. 50, 60 centimeter. Dus ideaal. Wat hadden we nog meer? We hebben deze. Dit is een Rapala Jointed, 13 centimeter. Nou ja, die heeft natuurlijk ook best wel een redelijke duiklip. Als je die gaat trollen achter die boot, loopt die ook zo 2,5 meter. Dus ook daar hebben we gewoon een stukje afgezaagd. Waardoor die 50, 60 centimeter loopt. Nou ja, waar we hem mee afzagen is gewoon een normaal ijzerzaagje. Waar je wel even heel goed op moet letten is dat je hem ja, gewoon heel rustig afzaagt. Dat die in ieder geval mooi recht afgezaagd wordt. Want doe je dat niet, dan kan het nog wel eens voorkomen dat die scheef gaat lopen. Dus als je hem aan de ene kant wat schuiner doet dan de andere kant, ja, dan heb je kans dat hij niet meer zo mooi door het water gaat. Ja, nou ja, dat was het eigenlijk wel. Meestal doen we ook nog even met een schuurpapiertje even er langs halen dat hij gewoon mooi glad is. Maar dan heb je gewoon een ideale diepduikende plug waar je ook gewoon mee in de polder kan vissen. Oké, nou ja, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk was.
En we gaan eens kijken of we binnenkort weer kunnen vissen. En dan gaan we natuurlijk ook weer met dit soort dingen vissen. Of met Super Shedrap. En natuurlijk die Big Eye Joe, hè, waar we de laatste tijd heel veel succes mee hadden. Dus oké, okay, nou ja, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Mocht je nog vragen hebben, zet het even in het commentaar. En als je nog geen lid bent, zou ik het heel leuk vinden als je lid zou worden. En dan krijg je ook een melding als we er in het vervolg weer een nieuw filmpje op gaan zetten. Prima, tot de volgende keer. Tot ziens.